Hey! Welkom. Welkom terug op Fabian's account. Bij aflevering 6 hebben we een Q&A beloofd tussen Remy en mij. Maar hè, ik ben hier nu toch. En Mel is er ook bij. En dat blijft natuurlijk wel de winnaar van dit programma. Dus wij dachten, laten we gewoon met z'n drieën de Q&A opnemen. Een paar vragen zijn ingestuurd. Een paar vragen die we gewoon vaak voorbij hebben zien komen. Dus we gooien het er gewoon allemaal een beetje in. Dus let's go. Helemaal gezellig. Hij volgt mij ook. Oh, hij heeft, ja, hij ook. Ja, luister, ik, voor de tiende opdracht, mochten mensen dingen insturen. Niet zijn naam doen, ja. Nou. Weet je wat hij als opdracht instuurde? Nee. Aftrekken. Okay. Nou, Koen 2005. Koen 2005 had de volgende vraag. Welk spel vond jij het leukst? Ik heb niet echt één spel dat ik denk, die vond ik echt het leukst. Maar de dansopdracht vond ik echt heel leuk om te Superleuk. Doen. Superleuk. Die vond ik ook absoluut het leukst. Gebroeders Co was heel leuk dat je eindelijk in coronatijd weer een keertje mocht feesten. Superleuk. Ja. Schilderen vond ik heel leuk. Ja, maar Kinky Steken was ook, dat we de boel gewoon daarna ook nog in de fik hebben. Het wc-pottenspel. Ja, superleuk. Die was echt geweldig, ja. Maar wel jammer dat een potje van de pot verloor. Geen commentaar. Heeft Melchior een grote piemel? Vraagt Melchior. Vraag het aan zijn huisgenootje Millen. Of kamergenootje. Of de douche. Zullen we even bellen anders? Nee. Zal ik hem even bellen? Goeie vraag, Melchior. Goeie vraag. Zit hij net zijn vriendin te doen? Ja. Bezorgen. Goedendag. Dit is de voicemail van... We spreken hem al even in. 6, 9, 4, 5. Of één nummertje, dan kunnen ze raden. Spreek uw bericht in na de toon. Hi, Millen met Melchior, je oude kamergenoot. Hey, ik doe nou een Q&A met Remy en Fabian voor het YouTube-account van Fabian. En we hebben een vraag binnengekregen van Melchior. Heeft Melchior echt een grote piemel? Dus laat even weten alsjeblieft. Ja, bel even terug als je het hoort. Doeg. Normaal zou je een ex hebben gebeld, maar ja, helaas heeft niemand dat ooit mogen ervaren bij Melchior. Dus ja. Dat is niet waar. Ja, wel. Ik weet wie jouw ex is, maar ik heb niet het nummer. Gaan we ook bellen. Weet je wie mijn ex is? Ik zie jouw video. Ik wil geen eerlijke antwoorden hebben. Alright. De vraag van Aiden. Is de voice-over tijdens de opnames echt? En zo nee, hoe horen jullie dan alles? Dat heel is best goed. Wel een goede vraag. Heel goed luisteren. Hij zit thuis op de bank en dan gaat hij lopen schreeuwen naar ons. Ja, precies. Nou, hoe het ging, wij stonden in de cirkel. Voice-over die je op tv hoort, die is geloof ik van Frank Lammers. Ja. Die is niet in de opnamestudio geweest. Maar het is niet dat we gewoon in de leegte aan het staren waren. We hoorden wel degelijk een stem, maar die was van onze regisseur. Maar we kregen wel minder informatie dan dat je op tv hoort af en toe. Dus soms zie je ons heel erg lachen of heel serieus of bang kijken. Terwijl hij gewoon zegt, best de kandidaten. En dan zie je ons hele rare reactie geven. Ja, maar echt, gaan we helemaal stuk. Ja. Ze deed het eerst uitleggen en daarna gingen ze close-up shots maken. En af en toe zat je gewoon even te bijten op je lip of wat dan ook uit verveling. En dan zag je dat ineens later in de edit weer terug. Dit is meer een vraag denk ik voor Mel en mij, want sommige mensen hebben het niet zo ver gebracht. Wat vinden jullie ervan dat jullie het zo ver hebben geschopt? Oh. Ik heb het ook heel ver. Nou ja. Jij als eerst. Je hebt bijna 1/5 van de, 4/5 van de alles kunnen helemaal verslagen. Gewoon ingemaakt. Ja, ik had wel gehoopt / verwacht dat ik in de top 20 zou komen. Ja. En stiekem wel gehoopt dat ik in de top 10 zou komen. Helaas allebei net niet. Ik heb het al vaker in mijn video's gezegd. Ik had mijn koffer tot de top 50 ingepakt. Want ik dacht, met de top 50 zou ik er wel een keertje uitvliegen. Mijn persoonlijke doel was wel top 20, maar ik had nooit verwacht dat ik het echt zou halen. Dus nee, ik had het zeker niet verwacht. Mijn persoonlijke doel was eerst te worden. Nou goed, best goed gelukt. Ja. Nee, ik ging serieus met de intentie erin van, ik ga het gewoon winnen. In ieder geval, sinds dag 1. Ik ga het gewoon winnen. Maar dacht je het ook echt? Nou, enigszins, ik geloofde mezelf niet, maar ik dacht het wel, snap je? Oké, okay. Van mijn grote vriendin, wat zijn jullie favoriete momenten van elkaar? Ja, ik mocht jullie niet zo eigenlijk. Oh. Nou, ik weet wel, wij zaten hetzelfde blok in het hotel. Bijvoorbeeld, wij moesten wachten op de testresultaten. En toen zat hij boven op het balkon. En toen gingen we een soort van bier naar elkaar zitten gooien. Ik drink dat niet, maar ja, het werd gewoon uitgewisseld. De een had wel bier bij en de andere niet. Dus ja, dat was best wel gezellig. In het hotel. Ja, en sowieso, bij ons was het sowieso, elke busreis zaten we naast elkaar. En ja, ze viel dan wel altijd in slaap, maar dat was wel heel schattig. Maar nu valt hij ook gelijk in slaap. Sorry. En bij ons was het echt, toen we echt in de finale, dat vond ik de leukste tijd ook. Dat we werden ineens losgelaten of zo. En zij merkte ook gewoon, dit is gewoon te veel voor die mensen. Ja, op een gegeven moment kregen we ook psychologen en dat soort dingen. Ja. Ook wel gezellig. En we kregen yoga. Ja. En het was ook echt heel fijn dat ze wel aan die behoefte probeerden te voldoen. Ja. Af en toe voelde je misschien een beetje uitgebuit, maar dat lost ze dan wel op. Ja. Dat is niet een bedoeling geweest. Ook een vraag wat ik zelf benieuwd naar ben, naar jullie mening. Kan een oudje de alles kunnen winnen? Naar mijn mening niet. Een oudje? Nou, een oudere. Als jij Wim Paul bijvoorbeeld de oudste noemt, dan ja. Nee, dan niet. Maar ik bedoel, naar mijn mening wel. Ger en zo? Ger had
op zich kunnen winnen. Nou, maar ik denk... als hij... Want hij had last van zijn lies, maar hij was best wel weer fysiek. Ja, maar luister, met de ballonnen het schommelen, was niet gegaan. Het zo laag met die prikken ja, van... Waar, met zijn knieën, dat had hij niet gelukt met zijn dit knieën. Dit hadden ze nooit gekund. Dus ik denk wel dat ze van tevoren uit de productie soort daar van al wel sturen op jongeren. Ger heeft het desondanks echt super gedaan. Ja, Ger is bizar. Hoeveel was Ger? In de 20 toch? 20, 26. Ja. Knettergek, die keel is stokhoop, man. Ja. Die keel is minstens 4 keer zo oud als zijn cijfer. Ger, ik weet dat je kijkt, dit bedoelen we heel lief. Nee, maar echt serieus. Echt, Ger heeft het zo super goed gedaan. Ja, maar echt. Ja, ik vind 50 zelfs nog heel hoog gegokt. Wim Paul was gewoon een uitschieter. En nogmaals, Wim Paul, niet oud, heb ik vaker gezegd, maar niet oud. Niet oud. Robert met de vraag: hebben jullie blijvende vriendschappen overgehouden aan de alleskunde? Heck fucking yeah. Nou, ik denk hoe wij hier zitten en gezellig met elkaar zitten te doen, dat is eigenlijk al het antwoord, denk ik. Maar ja, heel veel mensen hebben echt nog heel veel contact met elkaar. En dat komt denk ik dit seizoen ook echt omdat we werden opgesloten in het hotel. Ja. Ja. Ja, je hebt echt heel snel een connectie. En zeker als je dan inderdaad en in dat hotel zit en de hele dag samen die opdrachten aan het doen bent. Want mensen snappen niet hoe lang de opname. Want we moesten 6 uur opstaan en 8 uur kwamen we vaak pas terug. Ja, als we geluk hadden. En dan gingen we ook nog feesten met z'n allen en afscheid nemen. Dat was ook een van de vragen die ik kreeg. Hoe lang duurde een opname de dag? Ja, in ieder geval. Dus inderdaad echt van 6 uur ochtends tot 8 uur avonds. Ja, maar je staat 5 uur ochtends, sta je op voor die opnames. En om 8 uur s'avonds ben je terug ik als je gelukkig hebt. Ik weet niet hoe lang jij onder de douche staat. Sorry. Met het ding om bij de douche. Maar... Niet tegen Millen zeggen, wordt helemaal gek. De eerste bus, dat we naar een busdeponeerding moesten. Nog een nieuwe bus halen, de bus was te klein. Ja. Dus we moesten allemaal staan in die bus. Maar bus halen. Ik zeg altijd maar zo groot doet er niet toe. Mocht je trouwens meer willen weten over die bubbel. Toen ik net terugkwam, was ik een beetje down. En toen heb ik een video erover gemaakt. Dus dat komt hier nu bovenin. Helaas. Wat vonden jullie ervan om mee te doen aan alles kunnen? Ja, geen zak aan. Nee, echt niet. Ja, wat helemaal ruk. Man. Ik was liever thuis. Weet je wat? Ik was nog liever een maand naar Sri Lanka gegaan zonder eten dan dit. Dat is niet zo moeilijk daar. Oprecht, het was wel echt mooier dan verwacht. Het is ook voor mij is het in ieder geval het mooiste programma wat ik heb gedaan. En heel zwaar. Het is echt zwaarder dan verwacht. Dat hebben we ons. Ja. Expeditie Robinson is niks bij. Die mensen stellen zich echt keihard aan. Aanstellen. Nee, maar dit was echt heel zwaar en heel mooi om mee te doen. Vet hard gelachen met iedereen. Vet wel leuke nieuwe vrienden gemaakt. Ja. Rare dingen gedaan waarvan je nooit dacht dat je die zou doen. Ja. Maar we sliepen, dat was misschien een leuk ding om te zeggen. Echt elke pauze, want we hadden inderdaad wel pauzes, gingen we gewoon slapen op de grond. Ik kan nergens slapen, maar ineens kon ik gewoon letterlijk op de grond gewoon liggen en direct Ik heb slapen. Zoveel geslapen, terwijl normaal ik slaap echt niet snel. Maar ik heb overdag zoveel powernapjes gedaan. Melchior, wat dacht je toen je had gewonnen? Toen ik had gewonnen? Ik dacht ongeveer... Dat mijn belasting betalen. Ja, nou ja, dat sowieso. Ja, ik blijf natuurlijk een Hollander, hè. Nou, wat ik dacht kun je precies zien op de camera. Het enige wat ik dacht was... Mooi verwoord. Ja, precies. Ja. Nee, ik was helemaal gek aan het worden. Gewoon echt, nou, gek aan het worden. Ik was gewoon helemaal... Iemand wilde mij ook pesten door te zeggen, je ligt er als 10e uit. Nu moet je met jezelf opnemen. Nou, ik nam elke aflevering met mezelf op. En gelukkig heb ik mensen die mij steunen. Hoe werkt het achter de schermen? Ja, dat is een hele... Niet. Dat is één ding, niet. Ja. Het werkte totaal niet. En misschien, wij zitten zelf ook in de media, dus wij bemoeiden er misschien... Ik doe zelf productiewerk, maar dan in het theater. Maar ik vond wel dat het heel anders is op tv. Dat had ik echt niet verwacht. En ik kijk vaak Netflix en ik moet zeggen, het zag er wel heel anders uit. Ja. Ja. Iemand vraagt ook de hele tijd onder elke video, Elise, de gitaarbouweres, waar is die gebleven? Dat heb ik een paar keer al beantwoord. Is een privé situatie, kunnen wij niks over zeggen. Hebben jullie je voorbereid op bepaalde spellen al thuis? Oefend het uit te proberen? Nee. Ja. Wel? Ja. Met mijn huisgenoot. Met de wc-borstels of... Nee, die niet. Had ik dat maar gedaan. Welk pottenspel heeft hij? Nee. Nou. Ja, wat ik heb gedaan is... ik had nog niet zo heel veel tegen mijn huisgenoten gezegd. En ik had op een gegeven moment gezegd... jongens, ik ga meedoen aan een tv-programma. Het was denk ik de avond van tevoren, voordat ik weg moest. En toen zei ze, welk programma is dat? Dan, ik zei, ja, de Alleskunner. Dat kennen ze niet. Dus we hadden het Belgische seizoen op tv even aangezet om te laten zien. En het eerste wat mijn huisgenoot zegt is, we moeten dit oefenen, we gaan dit oefenen. Dus toen hebben we letterlijk al die spellen van de eerste aflevering zo goed mogelijk geoefend. We hadden alleen geen, het aardappel gooien zat daarbij. Nee. Maar we hadden geen aardappelen in huis. Dus wat dat spel waar gedaan, jij mee naaide. Ja, die. Oh. Toen hebben we een komkommer in stukjes gesneden. En toen hebben we hier in de woonkamer die komkommer door de kamer zitten te pleuren en te prikken op de vorm. Een vrouwenhuis, ja. Komkommer is er in ieder geval wel. Ja, ja die dus is ik heb dat, ja, ik heb zeker geoefend. Ik heb alleen opgezocht how to make fire. En ik dacht, misschien moeten we fire? Vuur maken. Ja. Fire! Ik dacht, we moeten vuur maken. Nou, het was wel, maar we kregen gewoon lucifer. Ja, dat was heel makkelijk, dat vuurtje maken. Nee, ik heb niks geoefend. Ik ging naartoe en ik dacht, wat doe ik eigenlijk ermee?
wie waren jullie maatjes tijdens de spellen? Nou ja, ik was aan hem vast, dus ik moest wel. Ik dacht, hè, anders is het een beetje kut hier juist. Nou, deze twee sowieso. Ik ga de Vriezin, ga ik de naam niet meer uitspreken, want mensen worden heel boos. Dus zeg jij maar hoe je heet. Ja, we hadden vanaf dag 1 eigenlijk een soort vast clubje, omdat we elkaar... Ja. Waarom? Gewoon omdat we aan hetzelfde tafeltje zaten. Ja, nee, dat was Fabian, Koemar, Nathalie, Judy, Marit. Nou, als we iemand vergeten, we houden wel van. En toen later hebben we wat tafels... ja, maar die, oh ja, en Nathalie en Samir kwamen dan 1 dag later erbij. En daarna kwamen er eigenlijk nog veel meer leuke mensen bij. Hé, lieverd? Nou, Mel en ik gingen wel... Mel was het blok, was ook soort van maar waar vroeg. Was jij op dag 1? Bij de oudjes. Een kutvraag. Hij dacht als verzorger. Nee, ik moet bij de oudjes. Ik zat met... Millen en Jasper. Weet je hoe mijn groep ontstaan is? En liep vanaf een seizoen liep ik richting... De testplaats, richting het fabrieksterrein daar. Zag een meisje lopen met een hele grote koffer. Toen dacht ik, jij gaat vast hetzelfde doen als ik ga doen. Toen dacht ik, ga wat sneller lopen, weet je, om me in te halen. Dus, nou goed, zij ook sneller lopen, ik rennen, zij rennen. Nee, oké, onzin. Nou, in ieder geval, ik kwam er tegen bij de ingang van het terrein. Mm. En dat bleek Dorinde te zijn. En Dorinde zei van, ik ken jou. Ik zei, hè? Ik? Ja, jij hebt toch meegedaan met Wie denk je dat je bent? Ik zei, ja, ik ook. Oké, dat vind ik altijd ongemakkelijk, want ik ken nooit mensen. Oh. Zie je maar, we waren allemaal acteurs. Dat was ook een vraag. Ja. Ja, maar uiteindelijk daardoor... werd het wel eigenlijk 1 grote groep. Ja, met Rogelie en Dorinde. En Mille, mijn huisgenootje. Jasper kan er daarbij. Kenny, en Samantha, Elsa. Ja. Dat was 1 grote groep. En later kwamen er nog een paar andere leuke mensen bij. Marlies vroeg, wat vind jij het leukste aan Remy? Nou, vooral de koppigheid. Ik vervloekte ervoor, maar ik vond het ook heerlijk dat het eerste spel gewoon, wij gaan een tactiek aan. We gaan samen door. Tuurlijk. We gaan samen zo lang mogelijk door. En het eerste moment dat ik zeker weet dat het meer is, dat ze denkt, nee, fuck it, doe mijn eigen ding, ik ga naar de andere kant. Altijd lekker je eigen ding doen. Ja. Altijd lekker je eigen ding doen. Heb jij nog een... Nou ja, het feit dat je een gedeelde interesse had in knuffels. Ik had echt, de hele lockdown natuurlijk, kon je gewoon een jaar lang kon je gewoon niet knuffelen. Dit is een ongemakkelijke houding. Ik vind dit wel hartstikke dit is heel fijn. Ja. Heel fijn. Tamara, voor jou speciaal. Kennen jullie mij nog? Ja, iedereen heeft het erover. Tamara. Je zou me als eerste afvallen. Maar als tweede is het nog extra zuur. Want niemand gaat je ook nog eens herinneren. Maar wij kennen je zeker. Zeker wel. Wat vond je ervan dat Salim er zo uitging? Dus zonder in de kring te komen. Ja, heel grappig. Ja, sorry. Ik vond het niet zo heel erg. Ja, ik had meer voor hem dat ik denk, voor je eigen eer zou ik daar gaan staan. Maar ja, volgens mij of je er wel of niet staat. Ja, ik was dus een tafelgenootje met het eten. En het was een hele fijne, aardige, sympathieke vader. Ja, vind ik het jammer dat hij dat heeft gedaan. Want daardoor heeft hij eigenlijk dat sympathieke gewoon helemaal... Salim was een superleuke leuke fan. Zo'n aardige fan. Op een gegeven moment per ongeluk keer tegen hem schatje gezegd. Toen elke dag noemden we elkaar schatje. Was heel gezellig. Was echt een leuke fan. Ja, en lekker humor. Maar hij had ook al gezegd natuurlijk. Ja, ik kan alles. Het enige wat ik niet kan, zei hij, is tegen mijn verlies. Ja. En heeft hij laten blijken. Ja. Wat ik jammer vind nogmaals, want het is zo'n gave keer. Ik kreeg ook de vraag van mijn moeder, kon Samir echt niet tekenen of wilde hij gewoon naar huis? Beide. Ik heb het even aan hem gevraagd. Hij wilde absoluut niet naar huis. Hij had van tevoren al wel zoiets, dat tekenen gaat hem voor mij niet lukken. Dus ik maak er gewoon iets artistieks van. En hij stond heel raar in een hoek aan de zijkant, waardoor hij het gewoon heel moeilijk vond. Hij kon het niet echt zien. Dus hij dacht, ik maak er maar gewoon wat van op hoop van zegen. Kunnen jullie ook je bek houden? Kunnen jullie ook gewoon je mail houden? Ja, dat kan. Nee, je wilt niet weten hoeveel geknipt is. Ik heb alleen nog de vraag, is er nog tea? Dus zijn er nog spannende dingen gebeurd? Heel veel. Achter de schermen, in het hotel, leuke, grappige... Laten we alles... Models. Tenminste, laten we sommige dingen maar niet zeggen. Laten we vooral geen namen noemen. Nee, er vooral waren geen in ieder geval namen. Honingberen aanwezig. Mm-hmm. Er is niet altijd in dezelfde kamer geslapen waar het moest. Mama, je kan trots zijn, ik heb me een keertje wel gedragen. Ik heb ook altijd in mijn eigen kamer geslapen. Ja. Ik heb altijd in mijn eigen kamer geslapen. Maar wat is je eigen kamer? Dat is ook al die ik toegewezen kreeg. Sommige mensen namen die inderdaad, wat is je eigen kamer? Het hele hotel was toch voor jou? Precies. We leven toch in een bubbel, we zijn toch één community? Come on. Ja. Maar ja, er zijn... Nee, ik kan wel zeggen, er zijn dingen gebeurd in dat hotel. Ja. Met meerdere mensen.
niet tegelijkertijd. Maar nou, hoe weet jij dat? Weet ik eigenlijk niet. Ik ben niet overal bij geweest. We zijn wel alles kunnen natuurlijk, hè. Dus, maar ja, ik ben niet helderziend. Maar... Wij zeggen ook achteraf, eigenlijk hadden ze dit echt moeten filmen, ook backstage. Dat was echt een topshow. Er gebeurde zoveel en ja, er zo... Er is één fantastische ruzie geweest over een broordje kaas tijdens lunch. Dat was denk ik echt mijn hoogtepunt. Ja, maar moet ik wel zeggen, dat was heel grappig, want het was doodstil in één keer. Nou goed, vertel maar. Sorry, ik had je verhaal. Mensen gingen ineens knokken. Opeens werd er gekrijsd en vlogen mensen elkaar in de haren, waren twee dames. En het achteraf was het, ja, het ging over een broodje kaas. En de kaas vloog ook door de lucht, volgens mij. Ik heb nog wel een vraag. Mag ik plassen? We zijn klaar. Dus vind ik een hele goede vraag. Hoe wil je plassen? Nou. Laat even in de comments weten of Melchior nog mag plassen. Ja. ja, dat het zou is jou maar in ieder geval één opdracht is er niet ingekomen dat we om de 5 minuten een fles water zouden moeten drinken eigenlijk. En wie eerst naar de wc ging, die viel af. Is maar goed voor Mel dat die er niet in is gekomen, want anders hadden we geen 50.000. Ik kan mezelf gewoon bezekeren daar. Ik kan mezelf daar gewoon bezekeren, sorry. Ja. Dit was in ieder geval de video. Weer bedankt voor het kijken. Ik heb alles denk ik uitgemolken wat ik uit kon melken qua YouTube content van de Alleskunner. Nou is het wel echt voorbij. Ik ga bezig met een andere serie. Daar zie je snel genoeg. Je kan nog steeds mijn shirt bestellen. Ik wil hun in ieder geval weer bedanken. Alles wat je moet weten over ze staat in de beschrijving. Bedankt dat we erbij mochten zijn. Ja, gezellig. Ja. Hey, bedankt dat Remy erbij mocht zijn. Ja, ja, ja. Fijn. En bedankt dat ik erbij mocht zijn natuurlijk. Ja. Levert weer views op. Leuk, goed, leuk dat je erbij was. Dit was de video. En bedankt. Hun gaan nog even ondertussen verder, maar er is genoeg geknipt in ieder geval. Ja. En dan zie ik jou bij de volgende video. Later. Ja. Ik ga plassen. Ajus. Paraplu's. Oh, ik moet plassen. Dag. Dag. Dat willen we nu niet. Welkom bij McDonald's. Mag ik de bestelling opnemen? Gedaan hoor, jongens. Nou, 1,5 uur heb ik gezegd. Ja? Ik heb 1,5 uur.